eerste Pinksterdag, 28 mei, in het park in Nuenen. Het jaarlijkse bluesfestival Bluesem. Frank Remers, bluesgitarist, bandleider en organisator, heeft met zijn team weer een geweldig festival georganiseerd. Het is een geweldige dag vandaag. Prachtig weer en geweldige optredens. Ja, we hebben dit jaar meer geluk dan vorig jaar. Vorig jaar was het een zee van regen in de Nuenen, maar we hebben het weer voor elkaar. De 9e Bluesem Festival wat nu draait. En we gaan op naar het tweede lustrum volgend jaar. En met dit weer, ja, kan het niet kapot. So I lift you, baby, where you be. So I lift you, baby, where you be. You know the creeping. Hey, Ralph, come on, give me some money. Come on, come on. We hebben vier geweldige bands vandaag weer. We hebben mensen uit heel Nederland die hier naartoe komen om te kijken naar dit gratis bluesfestival wat we organiseren met Sunny Blues. Sunny Blues met Benny Scheurs, met Barry Leurink en andere vrijwilligers. En uiteraard met de medewerking van de horeca in Nuenen die financieel garant staan om dit waar te maken. I got a funny, funny feeling. Zelf in mee? Dat is wel de bedoeling, ja. Volgend jaar zijn wij ook weer met de partij met een van mijn bands. Ik heb drie bands. De Mojo Band staat volgend jaar ook weer op het podium. Maar we hebben genoeg goede bands natuurlijk in Nederland en in België. En zelfs een Amerikaanse artiesten die met de Nederlandse band hier rondtoert. En het is gewoon geweldig. Geweldige dag vandaag. Dankjewel, Frank. Succes verder. Graag gedaan. Blues is een muziekstijl die ongeveer tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de muziek die slaven uit Afrika in het zuiden van de Verenigde Staten maakten. I think it's a damn good place.